Uh, Nanna, speciaal voor deze uitzending uh, ben jij bezig met een lekker amuzetje te maken. Nou, vertel eens, je bent al heel eind gekomen zie ik. Uh, je bent, wat zijn dit? Er zijn stokjes met, uh, met mozzarella erop, een beetje basilicum. Klopt, en een, uh, en een klein snoeptomaatje. Ze zijn zo in elkaar gedraaid. En uh, zoals je ziet, ziet het er prachtig uit. Het zijn echte kerstkleurtjes, rood, uh, wit en, uh, wat is het, groen. Het is inderdaad groen, ja. Ik even over nadenken, maar het is toch echt niks anders. En uh, uh, nou die andere Amuse, dat is eigenlijk ook zo klaar. Want uh, het is een stukje rosbief. Daar doe ik een heel klein beetje pesto op voor de smaak. Een uh, beetje uh, rucola en uh, een klein uh, lijfepachtje en uh, een beetje pijnpitten. Pijnpitten zijn dan wel uh, wat vetter, maar ze zijn ook wel heel erg gezond. Ik zei er straks al tegen jou, als je, als je die... Ja, ik de eet schaal ze al leeg voordat het ergens in de salade belandt. Dus dan heb je toch wel aardig wat calorieën mee binnengehakt. gehakt. Dat klopt, ja. Het is net zo vet als gewoon noten. Of pitten. Maar het zijn wel hele goede vetten, dus ze zijn wel heel gezond. Maar als je nou uh, aan de lijn wil doen... Ja, één keer een pijmepetje is niet zo erg, maar als je een heel schaatsje leeg eet, dan uh, zou ik niet adviseren. Als je echt een lijm moet doen, dan moet je ze bakken en daarna weggooien natuurlijk. Dat vind ik ook een beetje zonde. Ja, zo is het natuurlijk wel. Jan-Peter, um, jij staat hier ook niet van jouw doel bij natuurlijk. Want jij uh, je bent hier om de tafel mooi te maken, om het aan te kleden. Nou is het onderwerp natuurlijk nu amuses. Merk je dat dat steeds meer in trek is? Want je kunt er tegenwoordig van alles voor krijgen. Nou, het is met name, kijk, nu, nu doen we er amuses in, maar we zijn natuurlijk steeds verder over de grens gaan eten. Ja, ook als je naar de Japanse keuken kijkt met sushi en dergelijke, dat zijn eigenlijk ook een vorm van amuses. We maken er hele maaltijden van. Maar je kunt in principe eigenlijk al van hele kleine gerechtjes, wat dan niet helemaal mijn afdeling is natuurlijk, je wordt steeds creatiever in het presenteren. En dat zie je eigenlijk ook in. De, de fabrikanten spelen daarop in door hun service een steeds breder palet van productjes te geven, waarbij we ja, meer kunnen variëren in ja, de, de verschillende keukens waar we tegenwoordig uit eten. Is het is natuurlijk ook wel handig, hè? want je spaart steeds meer onderdelen bij elkaar. De visie worden steeds groter op die manier natuurlijk. Ook. Dus, uh, het is ook wel handel. Het is onder meer handel, maar ik zeg al, het is meer een, uh, nog meer een beleving maken van wat je aan het doen bent. Kijk, vroeger was het vaak uh, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, klaar. En nu maken we toch van de hele beleving van eten, dat wordt steeds uitgebreider. Dus komen er ook steeds meer ja, ook gereedschapjes en producten voor om dat meer uit te breiden. Ik vind dat helemaal leuk.